Zien jullie wat er gebeurt? En dus... Oh, ben je een schatje. Oh, ben je een schatje. Oh. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ja, 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 ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie eerst natuurlijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Weetaboel. Ja, ja. Wat is er dan? We hebben het zo moeilijk. Die komt er straks. Ja, die ken jij nog niet. Nee, daar stond de Corrie. Ja. Ja, lieve vrienden, Corrie die komt vanmiddag weer gezellig langs. Ze heeft de kerstspullen dus nog niet gezien, dus ik heb alles weer aan in volle glorie. Ja, alles weer aan. Enkel, ik vind die batterijlampjes niks. Ik moet enkel de keukenraam nog even aan. Foei, foei, foei. En gelijk even doen, want dat ziet zo uit. Want ik zet die auto niet neer. We kunnen het feest beginnen, maar dat gaat als Corrie er is. Ja, hebben we nog een keertje een dagje extra kerstfeest. En dan begint toch echt na die tijd wel met opruimen. Maar ja, ik heb nog eerst andere prioriteiten. Zoals ik moet nog naar het hospice toe. En naar mijn surrogaatvader. Nou ja, Zien jullie wat er gebeurt? Nou, en toen? En toen? Was het gevecht over? Tussen jullie twee. Hé, jammer. Ja, wat een dikkie. Rijka. Hallootjes. Daar valt je van. En dat kan wel, die loopt. Ja, ook dat nog. Hoe heb ik zo druk met poetsen en klauwen en doen en toch geen vlooien te bekennen. Nee, want ze heeft in Roemenië is ze ervoor geholpen. Bij Karin weet ik niet. Maar mijn dierenarts die vond weer een vlooi, dus gelijk weer behandeld. Dus ja, en ik zie niet lopen op dat korte haar hoor. Nee, ook op de buikje niet, want ze gaan in warme plekken zitten, zo op de nek en in de liesje en onder de oksels. Nou, daar heeft ze amper een haartje zitten. Maar ik zie niks hoor. Nee, echt niet. Maar oké, het doet er allemaal niet toe. Ik ga zo meteen eventjes een bakje koffie klaarmaken, eten. Want dat moeten we nog wel eventjes doen. Onze lunch moeten we nog nuttigen, hè? Of niet dan? Hé? Rijka! Wat gebeurt er hier? Oh, zit er eentje er eigenlijk ook te slobberen. Hé, je doek is kort. Ja? Maar oké, ik zou zeggen, geniet ook. Nou ja, geniet ja. Niet van het weer, nee. Je moet het zelf maar het zonnetje zijn, want het is bar slecht weer. Het miesert, het is vies, het is nat, het waait weer hard. Gisteren was het weer lekker. Het is denk ik om en om, weet je wel. De ene dag is het lekker, de andere dag is het weer slechter, dan is het lekker. Kan de pret allemaal niet boeien, wel? Nee, we gaan gewoon door met die banaan.
Ja, en onze Mirjam Eleveld, die vindt het allemaal zo prachtig hoe ik dat doe. Die ligt iedere keer in een deuk met mijn woordkeuze. Nou ja, ik ben zoals ik ben. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Gaan we doen? Gaan we achter elkaar aan zitten onder de tafel door. Ja, 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 ja. Gaat goed hier. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden en iedereen die mij volgt, ik hou van jullie. Ja, houden jullie van mij? Nou, kom maar op. Even een groepsknuffel. Yeah! Nou, ik zou zeggen, tot straks. Nou, zoals jullie zien is Corrie op visite. Die is eindelijk gearriveerd en zit al aan de koffie. Ik maar ja, Rijka die wil graag op schoot, maar Corrie die zegt nee, ik heb korte dikke beentjes, dat gaat niet. En dus... Oh, ben je een schatje. Oh, ben je een schatje. Oh. Oh, ben je een schatje. Oh, je bent lief hoor. Ja, je bent lief. Ja. Schatje, ja. Snuffy. Ja, en ze heet Rijka. R-E-I-K-A. En ik zeg Snuffy. Snuffy. Want zij is aan het snuffen. Ja, maar dat doet ze zo vaak. Hè? Ja, nou, dat doet ze. En bijten, hè? Graag bijten willen. Weet ze net ook. Graag bijten willen. Nou, dan moeten we van goede huizen komen. Hè? En ik heb ook kiesjes gevonden, zeg maar, tegen tante Corrie. Kiesjes, ja, die bewaar ik allemaal. Ja, 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 ja. Hè? Ja, ja. Ja, nou? Helemaal kiesjes van Rijka. Ja, ga maar eten. Nee, toch niet? Je hebt het bijna op, hoor. Hé, je hebt het bijna op. Ja? Geweldig hondje ben je, ja. Nee, toch niet? Waar ga je heen? Doei, doei. Rijka. Mooi beestje ben je. Ja. Ik had ingedacht de kleine. Ja. Ze worden groter hoor. Ja, tenminste groter. Zij blijft wel een kleine hond. Ze wordt niet zo groot als Frodo was. Nee, nee. Maar ze staat hoog op de pootjes. Ja. Ja, ik zie het. Ja, want ze was eerst kleiner dan dat Kandalf was. Ja, ja. En nu is ze hoger dan Kandalf, omdat ze ook hoog op de pootjes staat. Ja, leuk hoor. Dus. Maar ja, komt allemaal goed. En hoe oud kan die gemiddeld worden? Dat weet ik niet. Het is een zij, Corrie. Het is een meisje, net zoals jij. En ik. Ik ben een oud meisje. Ik ben ja, dat maakt niet uit. We zijn vrouwelijk. En zij is ook vrouwelijk. Kijk hoe ze lekker zitten. Zij. Kijk, ze is lekker zitten. Leuk, hè? Ja. Dus mijn kind. Hé, gaap. Ja, jij denkt, ik hoor erbij. Ja, er zijn zeker. Drie meisjes. Dat is zeker te weten. Ja. Lekker ding. Zie je daar? Maar ja, wij gaan aan de koffie, of niet dan? Ja, jij drinkt al, want jouw koffie is kouder dan die van mij. Ja, dat is een koffiekopje, hè? Ja. Dat blijft het langer warm niet. Het is een theekopje officieel. Maar die zijn nog wijder. Ja, als ze uitlopen is het voor de thee. Maar ik vind het prima hoor. Een echt theekopje, nou, dat zal ik je laten zien. Moet ik eerst even ruimte maken. Dan moet ik hem lekker op jou gericht. Oh ja, alles wat ik zeg, dat staat erin. Ja, dat staat erop. Gegarandeerd. Maar daar ging Rijka mee naar de deka. Dit is een theekopje. Ja, wat is het verschil tussen die en deze? Deze is nog wijder, dacht ik, en lager. Ja, maar ook lager. Ja, oké, maar het is lager. Het is alle twee een theekopje. Die zeker, maar nou, die ook. Maar daar kwam mijn liefhebbende man mee aan, hè, met die kopjes, van koffiekopjes. Zei jij dat? Ja. Nou, nieuwe koffiekopjes. Eerder zei maar dit is een theekopje. Jack heeft zich natuurlijk vergist, maar we noemen het vanaf vandaag, omdat hij dat zegt, een koffiekopje. Ja. Maar het is een theekopje. Ja. Zo is dat. Jack heeft...
was een gebrek in zijn opvoeding geweest. Dat heb ik hem niet geleerd. Laat het hem niet horen, hij staat vlak achter je. Oh ja, maar als ik een fout in de opvoeding maak, kan hij niks aan doen. Als ik dat niet vertel. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan verder genieten hier. Zowel van Rijka, zowel nog van de kerstspullen. Want dat wou Corrie graag, dus ja. En dan gaan we straks nog even een loopje maken met die kleine meid daar. En ik was bijna eerder geweest, maar ik moest mijn auto laten controleren. Ja. Want ik heb andere benzine en ik vertrouwde dat niet. Ik denk, nou, als ik naar Den Helder ga... Moet het goed wezen. En ik sta langs dat kanaal. En die auto doet moeilijk, daar ben ik niet blij mee. Nee, inderdaad. Nou, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Gaan wij ook doen. Tot later. Zij. Is lief. Hé? Maakt niet uit wat je bent, hè. Je krijgt toch geen nazaten. Nee, dat mag ze niet, nee. Nee. Nou, heb je ook geen zorgen erover, hè? Nee. Het is dan, hè? Een schatje. Dat is je zeker. Rijka lief, hè? Oh, het is dan. Lief, hè? Echt een lievertje. Nou, ze vraagt er wel ook om. Ja, ze vraagt me zeker om. Echt wel. Best al. Zo, klaar. Ja, je bent een lief voor je. Een schatje. Dat poepjes geeft tot de volgende lief. Poepjes geeft. Wat een lievertje. Eet ze ook. Leuk, hè? Ja. Nou. Ik ben ook maar wat gek met haar. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, Corrie die gaat er weer klaarmaken om te vertrekken. Ja. Het is ook een heel eind in donker. Als... Ja, ik raad... Zomers blijft ze langer. Zomers blijft ze ook wel eens eten, maar 's winters niet. Ik rijd niet graag in donker. Nee, moet je ook niet doen. Langs het kanaal is raar. De ene keer hebben ze lichter en de andere keer is het ineens compleet donker. Ja. En als het dan een beetje heilig is, is Corrie niet blij. Nee. Nou ja. Net als met oud en nieuw. Ja. Hoe dicht het was. Nou. Je hebt nou die route meegelopen, hè? Ja. Mooi. Nou, ik kon het water niet meer zien. Het was dat ik de paaltjes in het water zag staan en de steigers. Maar bootjes, ik zag ze niet. Water, ik zag het niet. De overkant, ik zag het niet. Het was te gevaarlijk. Ja. Je zou bijna een andere route nemen. Echt wel. Dus weet dat je weet hoe je lopen moet. Ja. Vast gevaar. Nou ja, en die legt zo lekker. Prins heerlijk. Ja, het is een heerlijk beestje. Ja, is het ook. Nou, ik zet jullie heel even neer, want ik moet mijn mouwen naar beneden hebben. En dus. Jij blijft binnen, anders vat je weer een kou. En dan hebben we pech. Ik ga meten van de poort. Vind je het goed? Zo, we gaan meten aan de poort. Zij dag, blijft leggen. Dag poepen scheten, kakkie. Oh. Dag lievertje. Ja, je bent lief hoor. He? Je bent heel erg lief. Ja. Zo. Nou, we gaan eventjes Corrie uitgeleiden doen. Even bij de poort dag zeggen. En dan gaan we richting de keuken en dan zwaaien we daar weer. Ja, oh, ja. Langs. Ja. Als je nou naar de keuken loopt. Ja. Zo. Wat betekent dat? Wat? Dit is het elektriciteitskastje van de... Oh ja. Dat allemaal. Ja, ja. En omdat er hier stekkerboel uitsteekt, hier ja. ook. Ja. Heb ik er plastic omheen vanwege de regen. Het is wel regenbestendig, maar toch voor extra. Zou ik ook gedaan hebben. Kijk, ik had hem al op de dingetje Ja, goed gezet. Zo. Toppie. Ik mag nou ook weer. Nou, daar gaat ze. Nou, lieve schat. Ik rijd wel even langs je keuken. Is hartstikke goed. Heel en bedankt, van, lieverd. He? Bedankt, hè. Ja. Doei, doei, schat. Doei, doei. En wel thuis. Bedankt voor de gezelligheid. Graag gedaan. Doei, doei, doei. Nou, en dan gaan we nou naar de keuken.
die is dicht. Dan gaan we nu naar de keuken. En daar rijdt ze dan zometeen langs. Ja, daar waren we weer eens, schat. Mag ik je door? Kom maar. Vrouwtje gaat niet weg, hoor. Nee, niet zonder jou. Dan gaan we zitten. Zo. En dan zetten we eventjes. Kan dat? Ja, dat kan. Zo. Hè? Nou, dan moet ze zometeen hier langs rijden. Ik weet niet eens waar ze staat. Oh ja, ik zie de auto al. Ik zag al wat bewegen daar tussendoor, tussen die twee auto's door. Ja. Oh, even opschuiven nog. Zo, nou moet hij goed staan. Ja, staat prima, perfect. Dan rijdt ze achteruit. Hè, hè. Ja, dan kan je toch merken dat het buiten koud is. Echt wel. Niet leuk te noemen. Nee. Alleen nog in een vestje en in een jurk naar buiten toe te lopen. Nou, daar gaat haar tuut. Ja, jullie zien er al. En dan komt ze deze kant op, wat in principe niet mag. Maar dat boeit niet en dan ga ik weer zwaaien. Lichtjes knipperen. Nou, dat was onze Corrie. Ik zal hem even draaien. Nou ja, dat was dus Corrie. Ja, helaas komt er ook weer een einde aan het bezoek. Ja, dat gaat nou eenmaal zo door. Kan je ook niks aan doen? Nee, echt niet. Maar het was gezellig. Het was leuk. Ze is lekker even mee geweest te lopen. Met Rijka. Ja, het was echt gezellig. Zo, staat nou nog niet goed. Zo dan. Nou staat hij wel wat beter. Ja, ik denk er ook fatsoen bij zitten. Rijka die is moe. Waarvan? Weet ik niet. Het zal. Van boven denk ik. Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval. Ik ga nog een bakje koffie doen. Ik moet even wat opruimen. Dan gaat jullie lekker niks aan. Nee. Gaat niemand wat aan. Nee. Dus ja, ik ben enkel heel erg blij mee. Maar jullie lekker niks aan. Nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet verder van de namiddag. Want het is 16:43 en we leven nog steeds. Ook op 9 januari 2020. Ja. Ik moet er ook rekening mee houden dat ik zaterdag een pakketje van. Ja, morgen komt Rebecca. En dan hoop ik ook dat ik morgenmiddag naar het hospice toe kan. Naar mijn surrogaatvader. Ja, dan zullen we hem even vereren met een bezoekje samen met Rijka. Maar dat is morgen. Eerst vandaag. En dan zien we verder hoe het morgen vergaat. En in ieder geval, ik heb... Morgen dit dan niet meer aan, nee. Nee, ik morgen gewoon weer normale kleren aan, hoor. Ja. En wat moet ik nou aan voor dinsdag? Ja, ik weet het niet. Ik zit me eigen wat te praktiseren. Moet ik het lang? Moet ik mijn blauwe jurk aan met dat glitter allemaal? Die ik had met Karen en Roderick een bruiloft. Moet ik deze jurk aan of een andere jurk? Ik weet het even niet. Maar... Dan ga ik met Karen eventjes over brainstormen. Van wat zal je moeder aan doen? Ja, dus dat komt ook wel goed. Ik zeg voor nu. Verder geniet ze. En smakelijk eten. En tot later. Doei!